Muziekvereniging Eendracht uit Winterswijk. Bij Eendracht is veel te beleven. De vereniging organiseert in eigen beheer kennismakingscursussen voor jonge kinderen. Inmiddels is het succesvolle Muziek Maak Jezelf door het hele land bekend. In deze lessen krijgen kinderen alle instrumenten van een fanfareorkest te zien en te horen en mogen ze er zelf ook aan voelen en op spelen. Voor beginnende muzikanten is er de samenspelgroep, de slagwerkklas en de orkestklas. Daar leert iedereen de basis van samenspelen en het kijken en luisteren naar elkaar en de dirigent. Voor de gevorderde leerling hebben we opleidingsorkest Unity en de samenspeelgroep en daarna is er uiteraard het fanfareorkest. Ook kent Eendracht het eigen dweilorkest Kiek en koperensemble Mellow Brass. Elke groep treedt het hele jaar op bij verschillende gelegenheden en concerten. Uw aandacht voor de Eendracht Winterswijk onder leiding van dirigent Thijs Mus.
Eendracht opende dit concert met de beroemde Feierliche Einzug van Richard Strauss, die in de ontstaanstijd in 1909 werd geschreven voor 15 trompetten, 4 hoorns, 4 trombones, 2 bastuba's en pauken. Het nu volgende werk, The Lost Labyrinth, van componist Kevin Hooben, beschrijft de zoektocht naar de dodentempel van Hawara in Egypte, ook wel het labyrinth genoemd. Heel lang werd verondersteld dat hiervan alleen het fundament bewaard gebleven was, totdat de Belgische kunstenaar Louis de Cordier de hypothese uitsprak dat dit zogenaamde fundament ook wel eens een dak kon zijn. Kortom, dat het echte bouwwerk wellicht nog onder het zand te vinden is. En zo startte in 2008 een boeiende wetenschappelijke en historische zoektocht naar de verhalen die het labyrinth ons nog te vertellen hebben. Het laatste werk, Procession du Vendredi Saint, is het laatste deel van het vierdelige werk van Fanfare Liturgique van de Franse componist Henri Thomazy. Het verwijst naar Goede Vrijdag, waarop de kruisiging en dood van Jezus Christus wordt herdacht. Het vrouwelijke thema in beide komende werken is de naam Elske te Lindert, de sopraan waarmee Eendracht met heel veel enthousiasme samenwerkt. Luistert u naar Eendracht en Elske. Thank you.
Thank you.
Thank you.